Beste mensen, welkom bij het Woord op Zondag van zondag 24 april. We vieren dit weekend in onze kerken beloken Pasen door Paus Johannes Paulus II, de heilige Paus Johannes Paulus II, uitgeroepen tot zondag van de goddelijke barmhartigheid. En we worden meegenomen naar vlak na de verrijzenis. Want zo horen we op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. En dat zou ook over ons kunnen gaan. Hoe dikwijls blijven onze deuren niet gesloten? Uit vrees dat we misschien iemand moeten binnenlaten die op zoek is naar hulp. Of misschien staat er wel een verkoper of iemand komt voor een goed doel. Soms staat er misschien een vreemd iemand voor de deur die we niet kennen en dus niet vertrouwen. Heel wat redenen zijn er om onze deuren gesloten te houden, al dan niet terecht. Maar het gaat nog verder. Niet alleen de deur van ons huis, maar ook die van ons eigen hart, die blijft soms gesloten. Soms zelfs voor ons gezin, onze familie, vrienden en kennissen. Maar gelukkig, in het verhaal dat we hoorden, is er Jezus en die is niet tegen te houden. Hoezeer de deuren van de verblijfplaats van zijn leerlingen ook gesloten waren, ineens is hij er. En wat zijn zijn eerste woorden? Vrede zij u. Drie kleine woordjes. Jezus klaagt niet dat hij vreselijk geleden heeft van de martelingen, van de kruisiging. Hij verwijt niet dat zijn leerlingen hem in de steek gelaten hebben. Zelfs niet Petrus krijgt een verwijt, die hem toch ook al voor het kraaien van de haan 3 keer verloochend heeft. Nee, niks van dat alles. Jezus komt vrede brengen. Daarom zegt hij, vrede zij u. Jezus maakt geen verwijten. Hij wil samen zijn met de mensen die belangrijk voor hem zijn. En op deze barmhartigheidszondag mogen we horen hoe Jezus ook barmhartig is. Hij gaat op een goede manier om met de fouten en tekorten van ander. Vrede zij u. Want Jezus weet, alleen vrede kan liefdevolle aandacht scheppen voor een ander. En hij zegt het niet 1 keer, maar 3 keer. Vrede komt niet spontaan, komt niet vanzelf, maar moet tot stand gebracht worden. En dat is niet altijd gemakkelijk. We mogen het in onze dagen ook weer meemaken. Hoe mensen vasthouden aan hun eigen gelijk. Zichzelf, hun eigen mening zo belangrijk vinden. En dan gaat het mis. Maar bij Jezus niet. Hij verschijnt. Hij blaast over zijn leerlingen en zegt: als gij iemand zonde vergeeft, zijn ze vergeven. Maar als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Dat zegt hij ook tegen ons. Nog eens, het is niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend om de vrede te bewaren, om barmhartig te zijn. Daarom mogen we op deze barmhartigheidszondag heel en bijzonder stilstaan bij wat Jezus doet. Wij worden vandaag ook opgeroepen om barmhartig te zijn. Hoe is ons leven? Hoe ga ik om met de mensen om mij heen? We mogen horen hoe de eerste christenen leven. Mensen die samen zijn, eensgezind, alles delen wat ze bezaten. En dat ons geloof ook zo mag zijn als het geloof van Thomas. Dat wij ook mogen leven in verbondenheid en barmhartigheid met elkaar. Dat wij ook mensen mogen zijn die vrede brengen. Daar wil ik op deze zondag graag mee eindigen. Beste allemaal, vrede zij u. Ik wens u vandaag een mooie, fijne zondag.